heb dus voor items van Chiquelle. Het topje had ik laten zien in XL. Die was dus eigenlijk te groot. Ik heb hem wel heel vaak aangehad. Nu heb ik een maatje kleiner. Hij is wel echt meteen veel minder stof. Ook in het zwart. Die heb ik nu al meteen aan. En dit topje. Ik ben dus ineens helemaal van de topjes. Zonder BH, zonder mouwen en zo. En deze. Ik weet niet of ik die ga passen. Dit is dus het topje in het zwart. Ik vind het gewoon echt... Ik vind het echt heerlijk. Het is zo comfortabel en dik. Je trekt het aan en je bent gewoon klaar om te gaan. Het zit gewoon te lekker. En deze zie je het ook minder dat je geen BH hebt, zeg maar. Het schijnt niet zo door hier natuurlijk met je tepels of zo. En dan is de witte variant. Hier zie je het wel echt allemaal veel meer doorheen. Maar ergens vind ik deze wel nog, die witte wel leuker of zo. Ik weet niet. Iets, dat je iets meer ziet van het topje. Maar deze maat is dus wel veel beter. Maar het is echt, ik ben heel blij met deze topjes. Ook mega chill met dus een halter. De stofjes zijn gewoon geweldig. Zo comfortabel en echt kwaliteit. Ik vind ook geen enkel andere stof van een winkel zo chill als die van Chiquelle, serieus. Ja, en dit is natuurlijk heel sexy, maar deze is eigenlijk gewoon een beetje te klein. Het is vet mooi in zo'n broek of zo. Dit is gewoon een maat te klein sowieso, dus dit ziet er niet uit. Maar het is wel een heel mooi topje. Maar dat kan niet. Het lijkt bijna een soort corset of zo. Wel heel mooi ook. Ik ben zo bezweet. Ik ben naar de stad gefietst, nog op zoek naar wat dingetjes voor Dot's verjaardag. Want ik ga zo dus naar Den Bosch samen met Heel. Naar het huis van Dot's vriend. Maar oh my god, ik ben zo bezweet. Ik dacht dat het minder heet was, maar het is zeker toch steeds. Ik ga even laten zien wat ik voor Lot heb gekocht. Ik ben heel erg moeig en niet veel energiek vandaag. Dat is jammer. En het is al heel laat. Het zijn er pas om 5:10. Maar qua cadeautjes was ik wel goed voorbereid. Alleen een beetje veel. Dat doe ik eigenlijk altijd bij Lot. Okay, ik heb dit tasje in ieder geval. Die zag ik net bij de Xenos. Dat is wel mooi. En bij de HEMA zag ik deze washi thee. Dat is meer een teken van dingen blijven doen die ze altijd al deed, zeg maar. Met van die bullet journals. Dan motiveert het weer, denk ik, een beetje om dat lekker te blijven doen. Sowieso kaarsjes heb ik gekocht, want ik weet niet, ze wilde het eerst niet vieren, dus ik weet helemaal niet of ze dat heeft gedaan. Maar ik dacht, dan heb ik voor de zekerheid kaarsjes, 32. En dit schattige kaarsje waar muziek uitkomt ofzo, vind ik leuk. Oh ja, dit ga ik nog even op dingetjes plakken. Kaarsje van Blond Amsterdam, waar ik wat op heb geschreven. Deze, want dit gingen we toen, ik hier net woon in Zoetermeer, gingen we dit toen doen, van die knettersuiker. Dus dat is gewoon een beetje een herinnering. Ik weet dat ze dat heel leuk vindt. Dit notitieboekje vond ik gewoon heel schattig. Van Flying Tiger. Het is allemaal van die random dingen waarvan ik wel weet dat ze het leuk vindt. Gewoon iets lekkers erbij. Dit had ik toen uit was met Joey, had ik dit aan haar gegeven dat ze wifey material was. Dus ik vond het gewoon grappig om die opnieuw te geven. En deze servetjes vond ik super schattig. Dan zeg ik, het zijn allemaal hele random dingen die ik net tegenkwam. Maar die vond ik allemaal leuk. Net als deze spekjes. Lot houdt het snoep. Dan had ik nog in het teken van, dat vond ik grappig, als je dan nu ineens heel veel bij je vriend woont. En als je naar de wc moet, dan wil je natuurlijk niet dat het stinkt ofzo. Dus dan heb je deze spray. En dan kan ze die eerst spuiten in de wc-pot. En dan komt de geur dus niet vrij. Ik heb deze dus ook een keer van Olivier gekregen. Ik vind dat echt super grappig. Deze van de Holland & Barrett. Maar ik kan denk ik beter los in het tasje doen. Alles zit toch los. En dan het... echt een cadeautje wat ik zeg maar had. Is een kettingje. Die heb ik voor mijn webshop gekocht, maar nooit op de webshop gezet, zeg maar. Maar ik denk dat zij deze heel mooi vindt. Dat is... Ik heb ook zo'n ketting hiervan met Freshwater Pearl. Hier douche ik ook gewoon mee, is goud. Super mooi. Dus dat is eigenlijk het echte cadeau. Met heel veel kleine cadeautjes erbij. Ik weet niet waarom ik dat altijd bij haar doe, maar ik vind dat gewoon heel leuk. We moeten nog 49 minuten rijden naar Den Bosch. En er komen volgens mij super veel mensen en ik denk dat ik bijna niemand ken. Het is alleen jammer dat het al zo laat is, want dan hebben we gewoon niet zo lang. Maar goed. Me like it. Hi Marijn. Altijd fijn als iemand in zo'n topje gezien. Ja. Hallo. Dit is leuk. Ik hoef niet alles, maar ik wil gewoon iets. Ja, dat is heel goed. Ik vind dit trouwens ook heel leuk. Cute hè? Ja. Van Blond Amsterdam. Ja, het voelt om 32 te zijn trouwens. Zo anders. Zo. Als blikken konden dan lag ik nu hier beneden. Ja, 32 jongens. Het is gewoon ja, niet heel veel meer bijzonder dan 31, maar ik vind het net leuker dan 31. Ja, zo. Ik vind 30 leuk. Ja, ik vond 30 ook leuk. Uiteindelijk. Ik zag er heel erg op. Mijn volgende verjaardag wordt 30. Ja, dit maar dat is nostalgie van Gent. Ja, dat weet ik. Uiteindelijk is het altijd leuk, hè? Ja, heel leuk. Oh. Wat doe ik? Nee, daar kwam een stukje van het plantje. Ja, je ziet wel de plant, mag dat? Ja, die is van mij namelijk. Oh, leuk. Ja, dat is wel heel goed. Je naam op de onderkant schrijven. Ja, precies. Van mij of van... Weet je het straks niet meer. Precies. Maar je hoeft het toch niet te weten? Nee, dat is een grapje. Oh, oké. Vooral ze een vechtscheiding krijgen. Ja. Nooit. Dit vind ik ook heel schattig. Ja, ik heb er gewoon heel veel... Ik ging door de stad lopen vanochtend. Ja, dat doe jij altijd. En voor jou, bij Lotte moet ik altijd heel veel erin gooien in het tasje. Dat hoort. Oh. Dat is ook nostalgie. Slikkenpint. Ja, dat hoort een beetje ook bij de nostalgie. Want met knetters. Hm? Nou... Kan je likken aan het voet. Dat is de lollyvorm. Oh. Dat je dat zo lekker vindt. Ja. Raspberry flavor of apple. Ik krijg gelijk weer zin in een snackavond met jou. Nou, dat kunnen we doen hoor. Oh ja, deze zijn nostalgie. Weet je nog dat we die gingen eten? Ja, natuurlijk. In de auto. Wat is dat? Met maar ook in Zoetermeer voor de Primark. Ja, ook. Ja. En deze hadden we ook nog op jouw opening van 35. Dat zijn van die knetter snoepdingetjes. Oh ja. Zo, van de knettersuiker. Er zitten wat nostalgische dingen bij. Die vind ik vet leuk. Ken je die? Ik ken die niet. Ik ook niet. Zal ik hem eens openmaken? Nee, je moet straks op de bossenbol. Ja, maar ik heb al 2 bossenbollen gegeten. Oh. Hi, Douglas. Mag de grond erop? Ja. Okay. Ja, weet ik veel. Een dikke bollie. Precies waar we zijn. Dikke bol en Lino. Dikke bol en Lino. Ja. Ja, ik vind het zo grappig. Hij gaat muziek maken als je hem blijkbaar aansteekt. Als je hem aansteekt? Ja, ik ken hem niet. Oh, dat is een kaarsje. Er ligt daar wel een aansteker. Zullen we het eens proberen? Ja. Ik dacht dat het een pen was. Nee. Kan je dit wel aansteken eigenlijk? Ja. Oh, sorry. Dit zou ik heel grappig vinden als hij nu muziek gaat maken. Oh, hij doet het niet. Jawel, ik denk dat het... Even wachten. Ik denk dat ze in het midden misschien raakt. Dit is toch leuk? Mag jullie... Leuk hè, Bolly? Ja, zo mooi! Nee, op haar. Over 3 maanden. Ja. Ik loop heel erg achter. Vet leuk. Albert Heijn. Oh ja. Maar het kost echt maar iets van €1,09. Ik vond het echt zo goedkoop voor dit. Dat is toch fantastisch. Ja, ik krijg hem vaak over. Ik vind het ook leuk. Ja, die vond ik gewoon heel schattig. Sorry, ik moest hem kopen. Dat is handig, want ik leg altijd briefjes neer. Ja, ik vond het echt iets voor jou. Ja. Dit is ook gewoon nostalgie voor jezelf, zodat je ook dat soort dingen blijft doen die je altijd deed. Dat is de boodschap erachter. Ja, maar waarom zou ik dat niet doen? Gewoon als een reminder. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb al heel lang niet gejournald. Nee, sorry hoor, ik weet niet. Oké, van je vriendinnen moet je het hebben. Dat was gewoon echt expres dat ik dacht, oké, echt iets wat jij leuk vindt, dan doe ik erbij. Ik moet dat ook echt weer gaan doen, want ik heb daar gewoon geen rust voor, jongens. Weet ik. Jullie zitten net allemaal te vertellen hoe hectisch mijn leven is en dan zeg ik, ik heb daar geen tijd voor. En dan maar nu komt er daarom heb ik het gegeven. Ja, heel goed. Ik ga nu komt er weer meer rust in mijn leven. Ja. Nu ga ik weer het dagboek bijhouden. Oeh. Met popcorn smaak. Oh my god. Wow. Ken jij die al? Nee. Ik wil het. Waar heb je die gaan we straks opeten? Xenos. Oh, lekker. Oké, die gaan we straks met z'n allen delen. Oké, ik hoef niet. Allemaal zo'n stukje. Oh, dan zit er misschien ook nog een 3 in. Misschien. Woehoe. Ik dacht echt, ik had 23! Ik dacht inderdaad 23! Oh, vet schattig. Ja, nou moet ik eigenlijk nog wel een stukje taart eten vandaag. Vind ik ook. Dit vind ik zo grappig. Sorry. Dit was zo van, omdat je nu veel bij je vriend bent. Ja. En als je dan moet kakken. Ik weet, hoe noemen jullie dat hier in Den Bosch? Poepen, schijten, een grote boodschap. Ja, het is niet heel anders. Dan is dit echt je lifesaver, maar waarschijnlijk ben je over dat punt heen. Maar dan moet je dit eerst in de pot spruiten. Bouten. Als je hem gaat bouten bij hem. Dan moet je dit eerst in de pot sprayen. En als je dan gaat je bout eronder vallen. En het is olie met geur. En dan de drol. En dan gaat het geur van de boutdrol gaat er dan niet doorheen, door het laagje olie. Dus je doet het eerst en dan poepen. Dat vond ik zo grappig voor als je bij je vriend bent. Ja, ik vind het dus wel. Is toch hilarisch? Nee. Heel leuk allemaal. Thanks, Charlotte. Ja, er is nog iets. Oh ja, sorry. Deze. Ja. De laatste. Nou, dit is gewoon het leukst. Dit is wel ook fijn voor mijn vriend. Die stinkt soms. Als hij naar de wc is geweest. Die stinkt soms. Als hij naar de wc is echt een geweldige uitkomst. Soms niet stinkt, maar meestal dus. Ja, Voor mij is het familie van jou. Zou zomaar kunnen. Ja. Dit is niet van mijn webshop trouwens ofzo hoor. Het is gewoon wel ingekocht via daar, maar het is niet van mijn webshop. Heb je die nog? Ja, maar daar doe ik niks mee. Maar ik vond deze echt zo mooi. Ah, die is heel mooi. En hij is ook echt, zeg maar, deze heb ik. Hetzelfde soort idee die ik om heb nu. Je kan eigenlijk mee douchen, zwemmen, alles. Oh ja, die vind ik ook heel leuk. Die vind ik ook heel leuk. Je hebt ook daar oorbelletjes van in. Of zijn die net weer anders? Nee, is anders. Waar is die van? Heel schattig. Ja, dit had ik op mijn webshop, maar ik doe niks met mijn webshop. Leuk. Nou, jeetje, wat een verwennerij. Eén cadeautje is ook gewoon genoeg hoor. Of überhaupt je aanwezigheid. Maar heel bolletje. Zal ik hem omdoen? We moeten Be Real doen. Wat moeten we dan? Een Be Real. Oh, ik ken dat niet. Dat is blijkbaar een nieuwe social media app. Ik zoom heel erg in omdat je anders veel ziet. Oh. Nou, dit mag je zien hoor. Niet. Ik wil shallotjes. Ja, die heb ik niet. Dan wil ik ui. Een hele? Nee, een heel klein beetje ui. Het idee is dus dat het allemaal echter is dan andere social media. Omdat je eigenlijk dus dan meteen real moet zijn. Nou kan je soms natuurlijk wachten totdat je daadwerkelijk iets leuks gaat doen. Want soms heb ik 3 dagen op de rij dat ik gewoon op de bank lig. Wel goed bedacht. Maar ik denk niet dat het heel lang succesvol gaat zijn. Nou, het is echt al heel succesvol. Ik zie wel eens dingen, maar ik snapte het nooit wat dat is. Dat is wel. Nee, gewoon op story. Oh, we kijken deze nu een beetje onscherp. Maar... Ik heb gekookt en Marij gaat alles opruimen. Oh. I love it. Dan zet ik mezelf aan. I love it. Ook maar eentje drinken. 1000 Ja, dit mocht erop, want ik zat verder niet. Nee, schat. Oh, eindelijk ben ik weer in de vlog. Yes. Zo, 11:15 we zijn weer thuis. Het was super leuk. Ik ben heel blij dat we er waren. En dat ik nu haar vriend heb ontmoet. En dat onze vriendjes elkaar hebben ontmoet. En al, weet je, haar schoonouders en zo. En het was gewoon mega gezellig en leuk. Dus nu lekker slapen. En de vrije dagen gingen wel heel snel dit keer. Ik voel iets minder uitgerust. Vorige week voelde ik me echt alsof ik vakantie had gehad. Oh, en nu niet. En ik heb ook niet alles kunnen doen wat ik wilde. Maar goed, volgende week weer. 2 vrije dagen. En nu weer 5 dagen knallen. Hola jongens. Het is rustig, dus doe je mail, fijn leven. Ik heb dit net gekocht. Bij de Hoogvliet voor €10. Ik dacht misschien is het leuk voor in de zaak. Ik ga nu de gebruikswijze lezen. Bedankt voor deze aankoop van onze Himalaya zout luchtbevochtiger. Er moet nog olie bij denk ik, want nu werkt het niet. Achterbedergarnalen en wat brood. Dus ik ga weer door. Deze dag gaat super goed. Helemaal gezellig, alles onder controle. We hebben een smoothie voor ons maken. Dat we even snel iets gezonds hebben. Met kokosmelk. Gewoon alcohol kokosmelk zeg maar. Van donderdag. Avocado. Banaan. Kijk, ik zie Jen nu helemaal uitleggen hoe het concept werkt. Ik ben helemaal blij en tevreden. Trots op haar. Spinazie. Havermout. En een banaan had ik al gezegd. We hebben lekker even een romige smoothie. Eerst wilde ik dit dus ook allemaal op de kaart, maar dat is er allemaal af hoor. Want het is gewoon veel te veel werk. Helaas, dat past meer bij een schattige lunchroom of zo. Nou, ze weten het nog niet, want ze zaten in over de vis. Dus we zijn nou, het probleem is dat de vis op de plank ligt. Kunnen we ook een klein plankje met de vis apart doen? Wil ik hem tegen vis? Ja. En ik zeg, ja, als de aanraking lastig is, dan doen we dat op een apart plankje. Want de een vindt het wel lekker en de ander niet. En dat was helemaal raar. Hola, ik ga naar de kapper. Da da da. Oh my god, sushi. Veggies, nigiri met zalm, zalmsashimi. Dit is super lekker. Ebi fry en crunchy beef. Ik ga eens kijken of ik nog kan zingen. Vrees van niet. Dat verleer je echt hoor, als je het niet meer doet. Serieus jongens, geen grap. Je verleert het echt. Doe me denken aan de vlogbeelden van vroeger. Kan ik überhaupt nog piano spelen? Huh? Waarom doet dit ding het niet? Oh nee, je hebt hem weer omgedraaid. Dat is zo irritant als hij dat doet. Maar als je zonder pedaal houdt, hij hem ingedrukt. En met pedaal niet. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag toen, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand nooit speciaal, steekt nooit iets verkeerd. Ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Ik had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En wat heb jij gedaan? Nou, ik vind het niet echt heel mooi. Het is niet heel slecht, maar het kan echt veel beter. Je stem gaat gewoon weg. Dat is best kut. Ik ben zo blij dat ik kut kan zeggen in de vlog, omdat ik geen juf meer ben. Ik ben zo blij mee. Even een andere proberen. Weet je nu welk liedje ik ga zingen? Laat het achter in de comments. School back in hand. She leaves home in the early morning. Waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. Mijn timing is ook heel slecht. The feeling that I'm losing her forever, and without really, waar ben ik? And without really entering her world. I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl, slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling, nee, dat ging niet goed. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. En Sam klinkt ook zo anders als ik zing, ik weet het niet. Ik ben het verleerd, jongens. Ik ben het verleerd. Nou, haast lekker aan barbecuen. Daar is bijna klaar. Dus ik heb watermeloen, komkommer zonder zaadlijsten, rode ui, stukjes munt en feta. Lekker 2 bordjes. Dan ga ik straks pas dit, want zout onttrekt vocht. Dan ga ik zout. Ik denk geen olijfolie. Ik denk deze chili, weet ik nog niet. Maar in ieder geval balsamico. En dat is helemaal lekker. Oké. Yummy. Is dit lekker? Yummy. Ik ga een drankje doen. Ik wil eigenlijk dus op mijn vrije dagen nooit iets voor werk doen. Maar we gaan nu met Mel, Fabi, Patrice en Merel, dus onze buren zeg maar van de zaak, gaan we drankje doen en bespreken wat we in de winter gaan doen. Dus wel gezellig. Ik ben echt een huismus, dus ik heb dan helemaal geen zin. Totdat ik er ben, dan is het gewoon super gezellig. Dus we hebben 7 uur afgesproken, het is nu 7 uur. Ik ga lekker fietsen. Dit is mijn look. Dat had ik ook aan toen we gingen stappen met Haas verjaardag afgelopen zaterdag. Yin Yang. Is dit een hippie broek? Ja, hè? I love it. Klopt. Lekker weer. Nou, die heb ik al gedaan. Proost, dat was een hele goeie. Ja, dat is marktonderzoek. Is dit 1750? Ja. Oh, dan zijn we echt niet zo extreem duur. Eén iemand zei dat het te duur voor ons is, die ben ik helemaal denk, oh, het is te duur. Maar wij zeggen gewoon altijd zo. 10 tot 10. Onder. Oh, dit bedoel je. Hey, wil je ons dood hebben? 10 tot 10. Oké, niet van 10 tot 10. Hoe laat gaan jullie altijd open? 1 uur. Van 1 tot 10. Ik denk dat we open. Wij zijn al, ja. maar we kunnen van 10 tot 10, maar je hoeft niet vanaf 10 uur. Het ligt eraan wat je doet. Maar willen we zeg maar alle doelgroepen aantrekken? Dus ochtends kinderen met ouders. Oh, stop. Zullen we eerst een datum prikken? Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Dat niet vaststaat, in ieder geval. Wat doen we de week daarna of de week ervoor? Voor kerst. Nu weer lekker naar huis. Want ik wil serie kijken met we kijken Devil in Ohio sinds gisteren. Dat is echt leuk. Dus ik ben kort verdiend thuis of zo. Dus ik kan nog even één aflevering kijken. Mensen die mij kennen weten misschien wel dat ik zelf super erg hou van evenementen organiseren. Maar de afgelopen tijd is het zo druk geweest in de zaak dat er gewoon geen tijd was voor zulke dingen. Maar nu merk je al dat het wat rustiger wordt. Zodra het geen mooi weer is, is het gewoon best wel rustig in de Dorpstraat. Dus dan is er hopelijk ruimte voor het organiseren van zulke dingen. En dan heb je dus ook op woensdag en donderdag, als het rustig is, een beetje tijd om dat soort dingen te organiseren. Dus met Halloween, Black Friday. Zo, het is 6:30, ik ga naar huis. Het was weer een rustige woensdag. Ik ben eigenlijk van 2 tot 4 of zo naar de opslag gegaan. Ook al ben ik nog steeds super moe. Ik dacht, ik wil weer achter mijn laptop gaan zitten en zo, maar ik ga gewoon die opslag opruimen. Dus ik heb de stellingkast leeggehaald, verplaatst, weer helemaal ingeruimd, zodat alle drank gewoon helemaal georganiseerd staat. De wijn lijkt echt gewoon een soort van walk-in closet nu. De opslag is nog steeds een zooi en er liggen nog steeds allemaal troep dingen, maar de drank is nu gewoon helemaal netjes en geordend. Dus daar ben ik heel blij mee. En toen ik terugkwam waren er toch nog wel wat mensen, dus nog even wat drankjes en een plankje. En toen hadden we net een gesprek met iemand die we inhuren voor een wijnproeverij, want onze wijnkennis. Ik ben eigenlijk zelf van mening dat je... Het liefst wil ik alles zeg maar zelf organiseren in onze zaak, dus het niet uitbesteden. Maar wij hebben die wijnkennis niet en Mel kent iemand die dus wijnproeverijen doet. Dus het is heel leuk voor haar ook om daarin samen te werken. Dus dan gaat ze wel met ons wijnkaart en ons eten. Gaat zij dan een kwartiertje per wijn, 5 wijnen. Dus dat is wel heel erg leuk. Leren wij er ook wat van en dan met zo'n spijswiel zeg maar. En super leuk. Om te beginnen gaat het gewoon zo doen zoals het altijd doet. En ik zei al, ja, het is leuk om misschien iets hips aan te koppelen. Want heel veel zaakjes doen natuurlijk wijnproeverijen. En ik vind het altijd wel leuk om een beetje anders te zijn in dingen. En wat eigen ideeën te bedenken. Maar Mel ging dit eigenlijk oppakken. En ik had een ander idee, namelijk speeddaten. Al heel lang geleden eigenlijk. Dus heel vrij snel toen we de zaak hadden kwam dit idee in me op. En dacht ik echt, oh my god, dit moeten we gaan doen. Dus dat ga ik voornamelijk organiseren. We hebben net een datum afgesproken. Ja, 6 oktober gaan we dan die wijnproeverij doen voor 15 personen. En dan de week erop, die donderdag in oktober, speeddaten voor 18 personen. 9 mannen, 9 vrouwen. Dat is het idee. Ik heb al wat dingen bedacht, maar het moet best wel heel erg uitgewerkt worden. Dus... Er moet natuurlijk een oproepje worden geplaatst op de website, Instagram, eigenlijk iets van een flyer. Want ik wil wel dat het een terugkerend ding gaat worden. Ik neem aan dat het een succes wordt, dat denk ik gewoon. Dat je kan aanmelden. Dan moet ik gaan nadenken dus over de post, een mooie vormgeving. Maar dus ook over een soort van programmaatje, over de prijs. Ik heb dus zelf een keer gespeeddate. Misschien heb je die vlog dan wel gezien waarin ik daarover heb verteld. Maar dat is altijd extern door externe bureaus en ik wil het dus gewoon heel graag zelf organiseren. Het lijkt me helemaal geweldig. Er moet een formulier zijn waar je dingen op kunt schrijven of iemand leuk vindt. Tafelnummers, nou ja, dat soort dingetjes. Maar daar heb ik allemaal nog wel tijd voor. Ik moet gewoon eerst zorgen dat die oproep eruit gaat. Dus ik moet nadenken over geld, hoe ze dat dan kunnen overmaken. Of een linkje of zo. En dus een mooie post. Ik had Elise gevraagd of zij een soort van tof evenementen, 35 evenementen logo voor ons wilde maken. Maar ze is daar te druk voor, dus daar moet ik ook naar kijken. En dan hebben we voor nu besloten om dan dus vanaf oktober de donderdagen ook om 6 uur dicht te gaan. Net als de woensdagen, maar die avond te gaan gebruiken voor evenementen als mensen erop afkomen. Omdat ja, de woensdagavond willen we gewoon vrij houden. Maar de donderdagavond is nu niet heel erg druk de laatste weken. En dat zal waarschijnlijk steeds minder worden. Dus dan zijn we wel open, maar dus alleen ja, voor een evenement. Dus gaan we om 6 uur dicht, zodat we van 7 tot 9 ons event kunnen doen. En dan heb je van 9 tot 10 dat je gewoon nog open bent. Want mensen die op het event waren willen vast wel nog een uurtje blijven, drankje doen of zo. Dat is een beetje het idee. Daar heb ik mega veel zin in, want ik vind evenementen organiseren echt geweldig. En Mel ook. En op mijn vorige school organiseerde ik natuurlijk altijd het zomerfeest en afscheid van mensen. En nu zit ik eigenlijk alweer in een soort van vaste routine op de zaak. Waarin je gewoon elke dag hetzelfde werk doet. Terwijl ik natuurlijk eigenlijk heel erg hou van afwisseling. Dus die kan je zoeken in je borrelplanken veranderen en verschillende dips en boters maken. Maar ja, dit vind ik natuurlijk ook wel echt mega leuk, die evenementen. Dus dat gaat er dan aankomen nu vanaf oktober. Mega leuk. En dan willen we ook dingen met Halloween gaan doen, met Black Friday, kerst, qua borrelplanken. Dus het begint weer een beetje te bruisen in mijn hoofd. Ik was de creativiteit een beetje verloren of zo. Dat je natuurlijk gewoon heel erg moest wennen aan het horecaleven en het draaien. Dat was gewoon de prio. Dat het gewoon goed liep. En nu loopt het op zich wel lekker en weet je je draai te vinden. En dan kan je een beetje gaan kijken naar andere dingetjes. Kijk nou hoe leuk. We hebben nu een evenement met 30 mensen van de gemeente. We hebben onze eerste barplank gemaakt. Die op de bar past. Nog twee palankjes. Lekker rond met snackplankjes. En dan is het vrijdagavond en hadden we echt een vijfde omzet van normaal. Hoe dan? Echt hou. Ja, ik vind het ook gewoon heel leuk om dit met jullie te delen. Dus daarom zeg ik het. Gewoon hoe het echte leven is nu. Ik kan er nog steeds niet wakker van liggen. Dat komt wel goed. We hebben nog onze pijlen niet ingezet met de evenementen. Maar ik vind ook gewoon dat we eerst nu even moeten proeven van hoe het hier gaat, weet je wel. Het is gewoon interessant. Dat je denkt van nou, zo'n donderdag is dood. Oh, blijkbaar toch niet. Vrijdag is blooming. Oh, nou vandaag niet. Why? Weet je wel. Best wel interessant. Ja, we hadden 3 reserveringen. Eentje om 5, 6 uur en 8 uur. En dan hadden we nog 2 spontane mensen. Dus het is niet dat we niks hebben gedaan. En ik heb knoflookolie weer gemaakt. Dat is best wel werk. Soep. Frituur lekker ververs. Dus het is niet dat we stil hebben gezeten. Alleen de mensen die hadden gereserveerd gingen helemaal geen borrelplank eten. Dus dat was even gek. Eén ging frituren en de rest kwam gewoon alleen een drankje doen. Dus meestal hebben we dat ook niet. Wow, het is gewoon koud in de auto, hè? Mel liep gewoon met een dikke trui aan. Ja. Nou, op zich ook wel weer lekker, want het is nog geen 11 uur. Dus ik ben 11 uur thuis. Dus, nou ja. 4 drukke dagen is lichamelijk ook wel heftig, maar ik weet niet, dit was ook wel vermoeiend. Ik heb elke keer zoveel zin om mijn vrije dagen heel nuttig te gaan besteden en dan echt lekker op tijd op te staan en helemaal van die dagen te genieten. Maar eindstand lig ik gewoon tot 1 uur 's middags te slapen omdat ik het nodig heb. Maar dat klopt ook niet hoor. Maar goed. Vanochtend was ik wel lekker zeg maar een uurtje eerder opgestaan, want mijn vriend werkte thuis en daardoor kon ik nog eventjes met hem gewoon een beetje samen zijn, ook in de ochtend. Doordat ik zo laat opsta, begin mijn dag echt pas als ik ga werken. En dat is best wel zonde. Volgens mij heb ik dat eerder ook al gezegd. Je kan ook gewoon zeg maar om 12 uur naar bed en om 8 uur opstaan. Dan heb je nog een hele ochtend. Maar ik slaap tot 10 uur, omdat ik dus gewoon zo moe ben. Nou, dat moet op een gegeven moment ook wel afgelopen zijn. Maar goed, oh, we hadden nog een drama met de koffiemachine. Want omdat het weer verandert, gaan de bonen, die zetten zeg maar uit of ze krimpen weer in. En nu is het weer kouder. Dus ik nam een bakje koffie. En meestal drink ik thuis mijn koffie. En ik drink er 1 per dag. En nu nam ik hier een koffie, want dat was een beetje gaar. En ik proef het. Ik denk echt, gadver. Dus ik was blij dat ik het had geproefd. Maar ja, dat was het. Daar was ik heel lang mee bezig. Toen heb ik dus Pam van Man met Bril gebeld. En heeft ze me helemaal via de telefoon uitgelegd hoe ik het moest verstellen. Wat ik wel heel leuk vond, want daardoor weet ik het nu zelf ook een beetje. Ik vond het wel cool of zo om het zelf te hebben gedaan. Dus nu weet ik wel een beetje hoe en wat. We gaan dus ons eerste evenement binnenkort doen. Volgens mij had ik dat verteld. Ik denk dat je Babs heet, maar je heet geen Babs. Ik word Babs genoemd, maar officieel heet ik Bo. Oh, Bo. Bo gaat dat dus organiseren, maar ik heb nu een plankje voor haar gemaakt. Waar ze dus bijna alle producten van de borrelplank, of nou ze heeft aangegeven wat ze wil proeven. Dat ligt hierop en dan geven we er steeds één van de 5 wijnen die ze heeft uitgezocht. En dan gaat ze proeven en opschrijven wat allemaal lekkere matches zijn. Zodat we dat dus straks kunnen organiseren. Helemaal leuk. Wil je nog wat zeggen? Nou ja, ik kijk er enorm naar uit om de mensen mogen te ontvangen en ja, ik denk dat het een hele gezellige avond wordt, ja, sowieso. Dus als jullie dit zien is het al geweest, maar we gaan het vaker doen als het succes is, dus meld je vooral aan. Hola, ik heb dus een tip voor jullie. Ik denk dat ik dat wel heb verteld, dat ik zeg maar, die mij lang volgde deed dat ik een zware lipbalsemverslaving heb, maar ook heel veel lipgloss en elke dag zat te smeren. En toen zei mijn schoonmoeder dus, nou inmiddels een jaar geleden of zo, of al langer, maar zei ze altijd dat het zo slecht voor je is. Dus toen ben ik overgegaan op natuurlijk. Dat heb ik toen ook een keer van de kruidvat een aantal aan jullie laten zien. Maar toen ging ik dus zaterdag uit, zeg maar, voor Haas verjaardag. En toen liet zij dus, zei ik, oh, ik heb echt zin om weer een keer lipgloss op te doen. En gewoon weer een keer iets op mijn lippen te hebben. Want ik dacht nooit meer wat op mijn lippen eigenlijk. Behalve gewoon een balm die je niet ziet. zei ik, maar dan moet ik weer troep op mijn lippen smeren. Toen zei ze, nee, je hebt hele goede natuurlijke met kleur. Toen had ze die dus ook bij zich. En dat was dus deze. Toen ging ik hem meteen claimen. Toen zei ik, oh, ik wil hem nu mee... Oh, mijn hand. Zo goor altijd. Ik wil hem nu mee met uitgaan. Dus toen heb ik hem geclaimd. En dan ben ik hem kwijtgeraakt. Let's stom. Ik weet niet waar die is. Waarschijnlijk is Petters of zo laten liggen. Maar nu heb ik er dus zelf ook twee besteld. En dan van Birds Bees heb ik de kleur Pink Blossom. Want die andere kleuren ken ik niet. En ik heb het online besteld. Beauty Vlogger. Draag ik dit nog? Nou ja, deze. Zie je, deze heeft nog niet eens heel veel kleur. Maar het is meer kleur dan niks. Dus ik vind het heel leuk. En heel prettig. Het grappige is, van echt een addict aan lipgloss. Als ik nu dus iets van lipgloss opsmeer, of al is het Rosebud Salve van die Vaseline spul, weet je wel. Dan voel ik al van, gat, maar dit is zo slecht. Dus ik ben helemaal gewend al aan natuurlijke dingen. Ik wil trouwens wel echt mijn uitgroei gaan verven bij de kapper. Ik moet nog even mijn mascara afmaken en mijn wenkbrauwen. Ik had een nieuw wenkbrauwpotlood besteld. Hij was gewoon thuis. Maar toen hadden ze dus naar zo'n DHL-punt gestuurd. Maar dat is dan heel ver weg. En dan denk ik, oh, ik heb zo geen zin om voor één wenkbrauwpotlood helemaal naar dat DHL-punt te gaan. Dan heb ik liever dat ze het gewoon weer terugsturen dat ik het opnieuw bestel. Dat is echt eerie. Nou, ik ga even mijn make-up afmaken en dan... Alles is echt wel voorgesneden en zo. Gisteren was het dus heel rustig. Dus laat iedereen maar komen. Ik ben benieuwd. Er is wel een zonnetje. Geen idee wat deze zaterdag gaat doen. Good morning. Ik heb dus verteld dat er al een aantal keer volgers langs zijn geweest. Maar ik heb nooit gevlogd. Dus nu heb ik een volger uit België. Hallo. Hey. Superleuk, dus we zitten hier lekker zo in de lounge. 1,5 uur gereden. En ze gaan een Big 35 nemen. Nee, mijn licht staat niet goed ingesteld. Zo. Hey Dennis! Oh nee, Dennis komt weer hoor. Mijn haar zit een beetje alsof ik Marijke heet. Oh, Marijke. Hoi Marijke. Waarom zit ik op dit? We hebben heel lang niet meer gevlogd. Oh, de bank valt op. Oh. Moet ik nu net lachen? Ja, balloon, outlaat. Penis. Je moet volgens mij eerst dat rode dingetje eruit halen. Eruit halen? Nee, niet. Je moet hem hier erin doen. Oh, daar. Ja. Wauw, hier ook niet eens. Laat in de comments weten hoe oud je denkt dat ze is geworden. Dat doe ik nooit hoor. Nee, dat doe ik normaal. Zo hier. Kan je dit er eigenlijk afknippen? Nee hè? Het valt zo lelijk. En dan loopt hij denk ik leeg. Ja, tot het randje. Ik kan het stukje al even. Echt? We kunnen niet letten. Als mijn vader zegt dat een beetje dikke moeder gaat scheren. Oh ja. Dan ineens zie je dat gewoon. Wat wil je moeder dan? Meestal wel. Ja, meestal. Als hier het vertrouwd is, dan raak je het niet aan. Het is 6 uur. Het enige wat ik vandaag heb gedaan is Handmade Steel 2 afleveringen gekeken. GTS 2 afleveringen gekeken. Mijn haar gewassen. Die had ik dus voor het laatst dinsdag gewassen. Dus 6 dagen niet. Echt goed. Ik probeer het gewoon zo min mogelijk te doen. En een beetje gebrainstormd voor nieuw seizoen borrelplanken herfst. En dus naar de stad geweest net. Allemaal Halloween spullen gekocht. Super leuk. Ik moet natuurlijk niet... Kijk, als ik zelf een feestje geef, doe ik altijd extreem veel geld uitgeven en zo. Maar als je zakelijk kijkt, is dat niet zo slim. Maar ik heb toch wel wat leuke dingen. Prikkertjes. En ballonnen. Voor versiering. En dan ook voor de borrelplank skeletjes. Hier was ik eigenlijk naar op zoek. Eigenlijk iets groter, maar dit is wat betaalbaarder. En dan nog voor op de borrelplank van die hele kleine insectjes. Spinnen. Schaal. Raamsticker. We hadden echt een hele kelder. Ik heb op Instagram net een story geplaatst. Geweldig. Hele kelder vol met spullen. Ik heb zoveel dingen niet gepakt die ik wel wilde pakken. En dan heb ik nog zelf 3D puffy paint. Dan kan je daar maar dus 3D tekenen of zo van die dat spul. En een face mist met mintgeur. En nog een soort 3D met zandeffect. En nog vet schattige gummetjes. Kijk hoe cute. Deze. Voor thuis nog een family planner. Ik had dus dan best wel dure gekocht, maar die zijn per week. Is helemaal niet handig. Dat is dus zo'n maandding. En die zochten we. En die heb ik nergens kunnen vinden. Heb je gewoon in één overzicht. Gewoon op je koelkast of zo. Een maandoverzicht. Van wat iedereen gaat doen. Bij de Douglas heb ik dus dat wenkbrauwpotlood gekocht. Wat dus bezorgd is bij een DHL-punt. Echt erg. Ik heb dus de Goof Proof Brow Pencil in 2,5. Ik heb dus voor het eerst sinds heel lang weer een keer bij Chris besteld. Want ik had nog allemaal van die cadeautjes te goed. Want toen ik allemaal mensen ging uitnodigen om lid te worden. Maar het is echt bizar hoeveel spullen. Een paar spullen heb ik ook gewoon besteld. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb. Kijk, dit heb ik gewoon besteld. Dit is pizzadeeg, bevroren. Gaan we vanavond zelf pizza maken. En dit vond ik ook heel leuk. Het zijn een soort van drops, zeg maar. Met dan dragonfruit. 26% dragonfruit. Kokos. Kan je zo'n bol van maken. Dus dat had ik ook zelf besteld. En deze. Die bloemkoolbites. Shiitake-kever in de oven. Dit heb ik ook besteld. Burrata. Voor barbecue morgen vegan burger. En nog een vegan burger. Oh, dit is denk ik niet vegan, maar vega trouwens. Ja, deze is vega. Hoe cute is deze basilicum? Van Marzano tomaten heb ik besteld voor salade. Breekbrood gratis gekregen, pizza, deze ijsjes, dit. Morgen is weer thuisverjaardag, dus we kunnen het allemaal voor de borrel gebruiken. Wow, dit is een kleine yoghurt. 3 gehaktballetjes, vegan roze koeken, kaas, een worst. Ook gratis. Dit ook nog, van die gebakjes. Dit is ook gratis, dit is ook gratis, dit was ook gratis. Dit. Oh ja, muffin. Nou, ik dacht, dit is het goede moment om dit allemaal te bestellen, want dan kunnen we het morgen op de verjaardag gebruiken. We hebben bloem gestoord. Dan gaan we nu de pizza rollen. Oh, zo ziet het bolletje eruit. Hier hebben we de ingrediënten. Hey! Hallo, met een spook. Heel erg satisfying en er zitten allemaal luchtbellen in en dat woord is juist. We have 2 pizzas. Denk je dat die nog groter moet? Ik denk het niet. Hé, we hebben de hoogver even groot. Ik denk dat het zo goed is, hè? Eigenlijk moeten we het aan mijn vader vragen. Heb jij... Waarom heb ik zoveel meer bellen? Oh, kijk, hier wordt hij heel dun nu. Zie je? Dus ik zou nu oppassen dat hij niet kapot gaat. Ik zou niet dunner gaan, zie je dat? En dat is dus de truc om niet te veel tomatensaus te doen, want dat had ik vorige keer toen ik pizza gemaakt. De saus. Oeh, la, la. Ook wat van dit erop gedaan van schoonmoeder van die tomaatjes en die olie. Oh my god. Het is voor het eerst dat ik zelf een pizza maak en dat die echt gewoon geweldig is. Oh, lekker. Deze stoel staat dus eindelijk hier beneden, hè? Het is zo prachtig. Het is al die tijd in mijn kantoor gestaan. Maar hij staat nu hier. We hebben het ook een ander kleed. Echt prachtig. Zo blij mee. Langzaam komt het huis steeds, wordt steeds meer alverhaast met de trap bezig. Maar ook met dit soort lichtknopjes. Nou, deze is dus net niet mooi hierbij. Maar hij moet alles eentje doen, want ik ben er nooit ben. Dus, maar het wordt wel echt steeds mooier hier. We hadden gisteren dus een feestje. Ik heb niks gefilmd. Want het was niet echt boeiend om te filmen, maar het was echt mega leuk. Geweldig verjaardag voor woensdagavond. En nu ga ik dus dit openmaken. Oeh. Dan. Ik heb mijn camera echt mooi als hij ingezoomd is. Ik moet zeggen, ik ben niet echt een fan van smoothie bowls eigenlijk. Maar ik vond het wel te leuk. Vooral omdat er zoveel dragonfruit in zit. Dit moet ik gewoon laten ontdooien. Het is wel weinig. Volgens mij kostte dit €6. Zoveel? To retain all the nutrients. Die first thing the night. Oh. Oké. In plaats van yoghurt of zo. Het is wel een goede aangezien ik geen yoghurt mag. En kokosyoghurt echt vies vind. Nice. Slim bedacht weer. Zo dan. Mag dit? Wat jij doet? Mag dat? Op tafel zitten naast het waterglas drinken? Nee. Maar is het schattig? Ja. Nou. Ik voel me wel een goede wifi. Ik moet trouwens echt mijn schoenen schoonmaken. Die zijn niet echt roze meer. Nou, was een beetje een... emotionele dag of zo. Ik ben net ongesteld geworden, dus misschien waren de emoties daarom wat heftig. Maar wel een gesprek met de boekhouder over eventueel personeel. Maar ook over hoe het gaat en zo. En het ging natuurlijk super goed. Alleen nu wordt het gewoon rustiger en minder druk. Dus kunnen we voor nu waarschijnlijk toch nog niet over op personeel. Maar toen hadden we het een beetje over de winst. En kwam het erop neer dat de winst op het eten toch te laag is. En toen had ik even zo'n down moment. Echt, ik heb echt ben bijna een uur wel even gewoon... Er was toch niemand. We waren al open, maar er was nog niemand. Even gewoon buiten op het bankje gaan zitten, even gaan dopen en zo. Want ik heb natuurlijk, toen Mel aan het klussen was, heb ik echt maanden aan een menukaart gewerkt. Maar ook, nou ja, elke groothandel, winkel, tegen elkaar afwegen. De beste producten voor de beste prijs zoeken. Nog steeds haal ik op zoveel verschillende plekken alles. Omdat ik daar zo bovenop zit. En dan krijg je echt te horen dat je toch wat moet gaan veranderen. Omdat de winst niet hoog genoeg is. Mel is nu bezig met een lijst met de meest verkochte producten. Maar de Big 35 staat volgens mij gewoon helemaal bovenaan. Weet je, meer dan bitterballen. Veel meer. En gewoon echt sky high. Maar dan verdienen we er dus toch te weinig op. En mijn hoofd begrijpt het gewoon niet. Want ik heb alles berekend. En er is er wel winst op, maar het is te weinig. En we hebben natuurlijk net de prijzen verhoogd. Dus nu moet ik gewoon heel erg gaan nadenken hoe en wat. Maar dan ideeën zijn dan van ja, dan toch voor een iets minder goede kwaliteit gaan. Of iets simpeler. Maar dat wil ik gewoon niet. Dus toen was ik even in mineur. En ik ben altijd een beetje dramatisch in mijn hoofd. Dus meteen van oké, ik moet toch simpele leverworst met kaas op de plank gaan doen. Dat wil ik niet. Dus ik stop ermee. En dat, zo gaat mijn hoofd dan eventjes. Dan ben ik gewoon even verdrietig en nu kan ik het alweer relativeren. Ik denk meteen, oké, de borrelplanken moeten weg. En nu denk ik, nee, de borrelplanken zijn super succesvol. Ik moet gewoon, ja, kijken. En weer opnieuw toch alles berekenen. Waar heel veel tijd in gaat zitten. En er zit al best wel veel tijd gewoon in alleen al de inkoop. Dus nou ja, dat was even zo'n down moment. Wat ik zeg, ik moest een uur daarna werd ik ongesteld. Dus dan ben ik ook wat emotioneler. Begin je dag wel heftig, zeg maar. Anderhalf uur met de boekhouder is sowieso wel vermoeiend. En mijn voorkeur gaat dus uit naar dit soort gesprekken in de ochtend. Omdat dat is gewoon werktijd. En ik vind het op vrije avond, woensdag of op maandag en dinsdag vind ik gewoon niet leuk. Want dan wil ik gewoon vrij zijn. Maar Mel heeft altijd iets van ja, voor de dag begint. En die gesprekken zijn best wel vermoeiend. En ik moet zeggen, vandaag had ik dat ook wel. Dus ik kan er wel in komen. Dus, nou ja, dat. En daar was ook nog wel iets heel leuks. En namelijk, dat is dat heel dicht bij 35 zit de bakkerswinkel. Die zit volgens mij ook in Amsterdam en in Zoetermeer. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben nog op heel weinig plekken geweest hier in Zoetermeer. Maar ik kwam er dus achter dat zij hun serre achter, zeg maar. Dat daar vogeltjes vliegen. En ik dacht dat ze echt losvlogen. Maar... Het is zeg maar van glas en dan daarbuiten vliegen dus vogeltjes. Dus je hebt gewoon een stenen muur en dan vogeltjes en dan hier het glas. Dus ze vliegen een soort van lange zijkant van het raam. Allemaal vogeltjes. En mijn ouders zijn dus aan het verhuizen, zitten nu op een tussenlocatie. Maar nemen geen volière mee. En Bolly heeft, mijn oude parkietje, heeft een partner, Blue. Die maakt ook baby's en zo. Die zitten nu bij mijn oma met z'n tweeën in een kooitje. Maar ik zei tegen mama, ja, ik vind het toch zielig. En ik wil gewoon dat Bolly lekker weer naar ja, een volière of zo gaan. Maar wel gewoon een goede plek. En toen heb ik het gevraagd. En ze mogen daar dus naartoe. Dus ik ben zo blij. Want dan kan ik ook Bolly nog zien. En dan weet ik gewoon precies waar ze is. En dan zit ze ook bij mensen en bij lieve vogels. En ze kan broeden. En echt, ik kan me geen betere plek eigenlijk voorstellen. Waar zij nu naartoe zou kunnen. Verder komt het allemaal wel goed. En is het concept nog steeds succesvol. Dus als ik ongesteld ben, dan weet ik echt nooit dat ik me met borsten aan moet. Hebben jullie dat ook? Dan zijn ze zo groot. Ik heb ook maar mijn blouse. Ik heb er maar een hemdje onder gedaan. Ik heb normaal mijn blouse dicht. Nee, oké, too much information misschien. Ik ga lekker naar H. Ik zit nog heel eventjes te kletsen en zo. Maar weer vroeg naar bed. En morgen heeft Mel vrijdag. Dus dan ben ik met haar schoonzus. Dus gaan we weer lekker knallen. Good. Bye. We zijn cocktails aan het maken. We zijn helemaal blij. Jen gaat nu voor mij cocktail maken en ik voor haar. Maar kijken hoe lekker dit eruit ziet. Cocktail time! Jen heeft voor mij deze gemaakt. Die wilde ik heel graag. En ik heb voor Jen dus nu een amaretto sour gemaakt. Dus dit is de eerste amaretto sour ooit. Als die lekker is, kan die op de kaart. Hi. Ik heb de hele dag op de bank gelegen met Poesie. En toen bedacht ik me dat het me wel goed deed leek om lekker weer te gaan sporten. Dus ik ga nu naar de sportschool met haar. Een proefweek. Want in plaats van altijd op de bank chillen, kunnen we ook lekker samen gaan sporten. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb 3 maanden niet gesport, denk ik, sinds de zaak. Dus ik kan het wel weer gebruiken. En Poesie? Poesie? Hi. Jij kan het ook al gebruiken. Ja, sporten uit eten, waarom niet? Ik heb deze besteld. Lekker kant-en-klare cocktails drinken voor €5. Ribeye salade. Ik vergeet altijd om te vragen of ik de saus apart pak. Watermelon vis. Zo lekker binnen dat ik een beetje was vergeten dat het echt ziek hard regent. Ja, het is een sportkleding zonder jas. Oh my god. Ook nog even boodschappen doen om 22:00 s'avonds. Waarom niet? In de regen. Ik ga stuk. Ik hou van de avond. En normaal zit ik altijd binnen tv te kijken nu. Nee, niet. Heerlijk. Oeh, nieuwe Chiquelle dingen. Dit zijn niet meer wat knap. Die is al besteld. Dit lijkt wel een kindermaatje. Ga ik nooit van mijn leven passen. Ik heb een beetje verkeerde dingen uitgekozen, denk ik. Dit ga ik ook nooit van mijn leven passen. Dit is echt heel klein. Dit vond ik super chill. Echt zo'n beetje... Eigenlijk zo'n beetje zo'n... Lekker een beetje zo'n vale trui. Een beetje old school vintage. En dit is zo'n... dit is echt een van mijn favoriete kleuren. Dat beige gemaleerde, zeg maar. En dit vond ik heel cute. En dat was zo'n cropped. Kijk er bij de trui. Super leuk. Dit is de trui. Hey Poesie. Ik vind het wel leuk. Het is zeg maar gewoon echt een beetje... Ja. Old. Of zo. Gewoon lekker. Snap je? Ja, ik hou er wel van. Alles is leuk in een broek of zo, maar ik vind het soms ook wel leuk om het gewoon juist zo te dragen. Maar dan ik zou het niet op deze broek doen. Ik heb mijn nagels gelakt trouwens. Stickers waren niet echt een heel groot succes. Maar kijk, het is niet echt van wow, wat een geweldige trui, maar het is wel leuk. Maar snap wat ik bedoel? Nou ja, oké. Dit vind ik wel echt super leuk. Echt zo'n bombertrui. Hij valt zeg maar tot hier. Maar het is echt elastiek, zodat hij dus echt zo zit. Het zijn niet mijn meest geweldige Chiquelle items dit keer. Ik moet zeggen, ik zag ook niet... Zeg maar, in de zomer ben ik mega fan van al die topjes en zo. Maar ik wilde nu natuurlijk niet al de zomerse items. Je weet, ik zou niet dit zeg maar zo dragen. Dus even kijken waar ik dit dan op zou dragen. Hoe ik dit ga combineren. Maar hij zit in ieder geval heel chill. Zo ziet mijn kantoor er trouwens uit. We hebben wel veel gedaan vorige week. Goed hè? En ik ga even een webshopbestelling maken weer. Het is weer zover hoor. Eerlijk, ik vind de bank hier echt heel leuk staan. Hi. Een grote groep hebben we zouden dus een aantal tafel erbij hebben. Dan zou je mega lange tafel kunnen maken. Hè? Ja, dus dan zou je de tafel zo doen. Dit kan in feite ook makkelijk. Het was hier wel grappig, maar je kon er nu nog omheen. Dat creëer je daar dus nu niet. Je kan niet met de boegenplank zo over iemand heen gaan, niet als je moet omheen. Dan sta je hier met de plank zo. Ja, de ervaring zal het uitwijzen, maar het ziet er niet heel praktisch uit. Voor ons niet. Tada! In het teken van meer ruimte creëren zonder te veel geld uit te geven, hebben we deze proefjes. Mel heeft ze net even gehaald. Dus we hebben er 2. De kwaliteit is wel echt crappy vergeleken met de rest van ons meubilair. Maar het is wel een extra zitplekje. En het staat nu dus zo. We zijn nog een beetje aan het klooien. We hebben net een poster uitgegooid over de wijnproeverij. En Bo is hier nu. En we zijn even aan het kijken hoe we het eten gaan presenteren. Want we hebben dus alle combi's hebben we gevonden bij de wijnen. Maar nu is de vraag, gaan we een plankje serveren die je dus voor je krijgt? Of gaan we wel niks maar rond met een hapje? Maar ze zit nu nog even de zoete aardappel te eten hoor. Ja, alles is lekker. Alles is lekker van 35. Ja, en Bo vindt het dus wel leuk. Ik vind het een beetje karig of zo. Terwijl het is niet karig. Het is niet karig. Bij wijn. Het is best wel genoeg. Maar ik weet niet, ik moet even kijken. Lotte kwam. Oh, ik wil wel even vloggen, anders krijg ik spijt. Waar is dat briefje? Oh, die leg ik naast weg. Wanneer komt deze online? Over 4 maanden. Ik ben nu bij 7 juli. Ja, je... Kijk. Ik had dus de reserveringen, het schrijf ik altijd op een briefje. Dus ik had deze geschreven, Lulu en Jeroen. En ik dacht nog, oh wat leuk, 2 namen op het briefje. En toen was het dus Lot met, mag ik nou wel of niet de naam? Nee. Lotte met haar vriend. Zo irritant. Ja. Steeds over je vriend en mijn vriend zijn naam. Ik weet echt precies, ja, die comments kreeg ik altijd, dat had ik exact hetzelfde natuurlijk. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon een spicy rook aan maken. Voor het eerst in mijn leven. Super leuk als je zelf gemaakt pumpkin spice latte kan verkopen natuurlijk. Oh my god, het is echt mega lekker geworden. Je wilt toch in de vlog, Nicole? Ja hoor. Wil jij in de vlog? Oh, dat is super. Ben jullie in de vlog? Dat heb ik mij gespannen. De vlog is dan voor mij gemaakt. Dit is het officieel met... Mean Girls? Big fan. Je komt nu in de vlog, vind je dat goed? Ja, dat is oké. Oké, willen jullie ook? Het is oké, het drankje of? Nee, het is allebei oké. Het is ook wel lekker. Wat is het? Het zit er zo op. Ik bedoel, willen jullie in de vlog? Oh, wacht even. Oh, ja hoor. Oh, wacht. Hi. Maar wat is een leuke naam? Pink Panther of Cotton Candy of Mean Girls of zo? Mean Girls ook heel leuk. Ik vind Mean Girls ook heel leuk. Oh my god, deze week gaat zo snel, want het is zo'n leuke week. We hebben geen één keer gehad dat we echt... Wat is dat voor geluid? Dat we echt super lang zaten te wachten op wat er niemand kwam of zo. Het is echt nog steeds gewoon niet wat het in de zomer was. Ik ben trouwens nu heel moe, ik heb echt koppijn, maar het was weer zo'n leuke dag. Gisteren kwam Lot dus. Ik probeer steeds dan even snel wat te vloggen, maar het is echt flarden voor jullie. Maar ja, weten dan niks. Super leuke verrassing had ze dus Lulu, onder de naam Lulu en Jeroen gereserveerd. En ik doe de reserveringmailtjes, zeg maar, dan zet ik ze in de agenda en dan schrijf ik de briefjes. Dus ik vond het wel grappig. Eigenlijk doet niemand 2 namen opgeven. Heel af en toe hebben we dat. Of net hadden we bijvoorbeeld Sonja en Friends. En zaterdag weer Sonja en Bestie. Maar de meeste doen dan gewoon Sonja bijvoorbeeld. Dus Doodle en Jeroen vonden het wel grappig. Dus ik schrijf dat briefje. Ik plaats toevallig een Insta-story met die briefjes. En echt zo'n half uur later is Lotte er. Met een vriend. Mega leuk. En omdat het rustig was, hebben we dus helemaal kunnen kletsen en zo. Toen kwam mijn vriend nog langs. Dus die was er ook nog eventjes bij. Nou, superleuk. En net... Mijn schoonmoeder was er net met een vriendin van haar. Die zat gewoon helemaal gezellig aan de gevel. Want we hebben dus nu tafeltjes bij de gevel gezet. Dat ze daar gezellig iets even weg kwam. Ze zijn er weer terug. Heb ik ook mee kunnen kletsen. Want er is nu wel gewoon tijd om te kletsen als het rustiger is. En dan vervolgens is het weer heel druk. Dan zit je weer achter elkaar planken te maken. We hebben een hele leuke meid die we op de proef nu hebben om te kijken of het bevalt. Als eventueel eerste officiële personeel, zeg maar. En die deed het ook supergoed. Het was echt heel gezellig. Van haar heb ik ook bijvoorbeeld net filmpjes gemaakt. Dat ik denk van ja, als we personeel hebben, kunnen we zo'n meid, zo'n knappe dame ook gewoon leuk inzetten voor Insta-stories of Reels of TikToks of zo, weet je wel. Als het rustiger is. En nou ja, helemaal leuk. En we hadden, nou ja, mensen die al veel vaker zijn geweest. Nicole was er weer. Nou ja, Sonja is dan, die kenden we eerst helemaal niet. Maar die is dan ook alweer vaker met zijn vriendinnen geweest. Die neemt weer de hele vriendengroep mee. En dan zitten we gewoon zo gezellig aan die tafel. Praat met die tafel en praat met die tafel. En de sfeer was echt top en ik en Mel helemaal gezellig en dan is dit zulk leuk werk. En dan is het ook wel weer heel leuk dat mensen binnen zitten, want het geeft gewoon natuurlijk veel meer sfeer dan dat je mensen buiten bedient. Want dan sta je de hele tijd binnen en nu krijg je eigenlijk alles mee, omdat het natuurlijk heel knus is. Het is gewoon een beetje een soort huiskamerzetting, bijna alsof je op een soort feestje bent met vrienden. Zo voelt het een beetje bij ons in de zaak. Dus nou, onwijs leuk en echt hele leuke dagen gehad en de omzet... moet zeker nu wel weer nog steeds omhoog, maar het is, ja, er zijn wel steeds mensen. Dus dat komt wel goed. There we go. Make-up in de auto, zoals altijd. Woehoe, there we are. Volgens mij ben ik voor het eerst mijn leven bij Ahoy. Dus jij gaat dan de afloop. Ja, maar jij mag alvast naar binnen. Let's go! komt ie aan! Ja. Oh ja, lele, ik voel me plots weer zo. Oh ja, lele, niemand die merkt wat we doen. We hebben jullie super wij ook. Dank jullie wel dat jullie hier allemaal waren en tot de volgende keer. Doei! Dag allemaal! Echt super chill. Het was echt super super leuk. Oké, dat was heel leuk. En nu weer back to work. Omgekleed. We hadden gisteren alles helemaal netjes achtergelaten, dus we hebben zo'n reservering om 1. Dit is echt zo leuk. We hadden best wel, we hebben een rustige avond. En nou ja, Fabi van La Palmera, kijk dat cake. Die had een verjaardag vandaag van haar dochter die 1 werd. En er zitten nog allemaal vrienden, familie. Mijn vriend is hier, Mel is hier. Er zijn allemaal mensen hier en iedereen moet eten. Dus ik ben van restjes pesto, ben ik aan het aanvullen met knoflookolie en lekker allemaal dingen. Zij zijn aardappels en kip aan het maken. Wij doen alle wijnen op tafel, want op zondag doen we toch alle wijnen weg. En kijk hoe leuk het er hier uitziet. Mega leuk. Hi. Hi. Hoe gezellig ziet dit eruit? Ja, heel erg leuk. Jullie hebben ook geen bestek? Nee, dus ik wil zeggen dat ik en plastic heb en een plastic. Ja, is goed. Wij hebben dus op zondag doen we altijd onze wijnen weg. Omdat we 2 dagen dicht zijn. Ja! Dus kijk, we hebben allemaal wijn. Leuk hè? Ik ben blij dat we hier gaan zitten. Ja, ik ook. Vet leuk. Heel leuk dit. Ja, leuk hè? We hebben hier patatjes gemaakt en kip en ik heb dan die pasta. Dus even saus. Kijk hoe gezellig dit is. Bordje lekker opschoppen. Wie mag er niet op internet? Iedereen mag op internet. Mel staat allemaal met haar in de keuken. Dat is slecht uit hoe het werkt. Hoe leuk dit jongens. Dit is toch geweldig? Ja. Super lekker. Het duurde wel lang voordat jullie er waren, maar... Nu we er zijn is het top! Yeah. Het is weer maandag, de chillste dag van de week, namelijk chillen met Boezie. En series, en jongens, dit... Ik ben echt obsessed met Nederlandse films en series, maar deze moet je echt kijken sowieso. Dit is zo leuk. Allemaal korte afleveringen van 22 minuten. Wel aflevering 5, maar het is zo goed gedaan. Het gaat over een moeder die heeft een dochtertje gescheiden, zeg maar, en dan heeft er... De vader heeft een nieuwe vriendin die helemaal perfect is en maar haar gaat alles mis. En dan moet ze naar zo'n praatclubje. En het heet Moeder Mafia. Het is echt geweldig. Het is echt heel leuk. Heel goed gedaan. Dus echt kijken, kijken, kijken. Je moet je kijken. Zo leuk. Oké, doei. Ja, dat is echt zo'n leuke serie. Loes Havenkort acteert ook echt goed. En ik hou van Nederlandse series, want het is altijd gewoon zo lekker echt en oprecht en grof en zo. Heerlijk. Ik heb de hele dag ultiem gechilled. Nu is het 5 uur, dan ga ik even sporten. Sportkleding. Mijn sportkleding is nooit boeiend. Iedereen heeft altijd hele leuke sportkleding aan. Ik sport altijd zo. Kan gewoon. Je hoeft niet per se mooie kleren aan te hebben om te sporten. Dus jas van Come Moi Fashion erbij. En dan is het echt 5 minuutjes fietsen. Ga ik even lekker sporten. En dan lekker met haar gaan we even een beetje opruimen hier, koken, chillen. That's my day. Super saai. Een paar uur later, ik heb dus super lekker gesport. Dat het helemaal mijn benen gingen verzuren. Dus dat is goed. En toen heb ik eigenlijk alleen nog maar een beetje achter mijn laptop. Om te kijken voor wat inkopen. En heeft haar de keuken opgeruimd en lasagne gemaakt. Dus dat gaan we nu lekker eten. Kijk hoe leuk de jas is bij mijn nieuwe schoenen. Daar had ik ze dus ook op gematcht. We gaan even winkelen. Kijk, dit zijn ook mijn nieuwe schoenen van Come Moi Fashion. Ze zitten echt... Super lekker. Normaal wil ik eigenlijk altijd merkschoenen, maar ik dacht ik probeer het. Het zit heel lekker. Dus dit is de look. We zijn random bij Sizzling Monkey beland. We hebben net eten besteld, maar ze hebben echt leuke drankjes. De kaart is wel super goed. Ik wil denk ik een van die 2. Kijk hoe lekker. We hebben kimchi en zoetzure komkommer. Ik ben benieuwd. Echt heel cool. Je mag dus dit wel aanraken. Maar de plaat hier is dus echt kokend heet. En we moeten dan dus zelf het vlees gaan inbouwen. Super leuk. Wow. Kijk dit aan. Ik heb de fruity bake. En nu is het weer yummy time. Ik ga mijn schoenen nog aandoen. Maar we gaan weer sporten. Olé. Hey, goed bezig. Dit was mijn camera vergeten. Hola. Mama. Wat heb jij? Niks koffie. Oh. Wil je iets lekkers? Nee. Ik heb makreel. Opslag. Oh. Ik heb net vloggen. Oh. Hallo people of the vlog. Hi. Nee, ik ga even een beetje uittesten voor vanavond. Yeah. Hoe we het gaan presenteren. Het eten. We zaten heel erg te twijfelen of iedereen een klein plankje kreeg of een grote plank op tafel of rondgaan. Maar ik vind rondgaan toch het leukst. Ja? Jij niet? Nee. Ik vond het plankje wat je laat gedaan juist leuker. Jawel. Ik vond het gewoon heel schattig zo klein en... Ja, dat is mijn mening hè? Nee. Het is bijna 7 uur. Alle voorbereidingen gedaan. Er staan dingen klaar. Hier staan dingen klaar. In de koelkast staan dingen klaar, wat ik dus normaal nooit doe. Maar nu dus wel. Allemaal afgedekt. Spannend. Kijk, dat is allemaal wat Bo gebruikt. Ook als je dus twijfelt over een geur, dan heeft ze hier allemaal geurflesjes. Superleuk. Uit te spugen, alle glazen staan klaar. Nu ziet het er weer zo uit. Superleuk. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Goedenavond allemaal. Welkom bij de eerste wijnproeverij van 35. En Babs en wijn. Ja. Dit is Melanie en Charlotte en zij zijn de eigenares van 35. Yes. Nou, en heel erg leuk. We ontmoeten elkaar op het terras en dankzij die jongen daar raakt ze aan de draad. En dan hadden we het over de wijnproeverijen. En ja, het leek ons heel erg leuk om er eentje op te starten. En zie hier, allereerste avond. Jullie zijn getuigen van de andere. Inderdaad, de première. Ja. We hebben hier lekker zitten proeven de afgelopen weken. De perfecte combinaties te vinden ook met wijn en eten. Dus ja. Het eten van borrelplanken in kleine mate terugkomt bij de wijnproeverij. En dat je bepaalde wijnen drinkt en in combinatie met het eten echt denkt van, oh, dat is een leuk avond. Dus dat was ook helemaal geen straf om van tevoren te oefenen en te proeven. Dus, nee. Nou, we hopen dat jullie een leuke avond gaan hebben. We hebben hier nog een heel leuke tombox. Er zitten 54 van deze kleine potjes in met allerlei aroma's. Dus je neemt aan elkaar. Appel en peer. Het is tijd voor de Halloween versiering. We hebben echt best wel veel. Maar sommige dingen zijn dus ook voor de borrelplanken. Daar is het nu nog een beetje te vroeg voor. Maar deze kunnen we wel pas op de ramen. Dus even schoonmaken. Ik heb net het raam schoongemaakt. Alleen die andere nog niet.